Ook bij 24trains.tv ontkomen we natuurlijk niet aan de coronacrisis. Nu we thuis zitten in quarantaine, heb je misschien juist al extra de behoefte aan nieuwe films over treinen in binnen- en buitenland. We zetten ze er extra snel voor je op. En als je dan toch thuis zit, is het misschien leuk om die oude hobby met modeltreinen weer op te pakken. Zoals je misschien wel weet, heb ik al jaren een LGB tuinbaan. Spoor G is dat. 1 op 22,5 is de schaal. Zeg maar een beetje de Maduro-damschaal. Vorig jaar heb ik een nieuw spoor aangelegd en dat moest natuurlijk ook worden voorzien van nieuwe bovenleiding. Vorig jaar heb ik een tweetal sporen nieuw aangelegd in de baan om eigenlijk het verloop wat efficiënter en wat makkelijker te maken, waardoor er een soort van 8 is ontstaan. Dat betekent dat ik dit station hier, wat ik Pontresina heb genoemd, met 1 spoor moest uitbreiden. Dat ligt hiervoor. En we hebben een zijspoortje, wat eigenlijk die 8 compleet maakt, hebben we daaromheen aangelegd. De hele baan was al voorzien van eigenbouw bovenleiding. En deze sporen moesten ook gebeuren. En dat is net als in het echt toch wel een enorme klus om dat voor elkaar te krijgen. Kon ik ook niet alleen. Heb al mijn treinenvrienden erbij gehaald. Plus een professionele lasser van de firma Brouwer uit Nijkerk. En die heeft ervoor gezorgd dat het nu allemaal hangt. En ja, dat was echt op je knieën zitten en alles in orde brengen. De bovenleiding op mijn baan is niet functioneel. Er staat geen stroom op. Het is puur een optisch gebeuren. Dat is dan een heleboel werk wat je aan het verzetten bent eigenlijk wel om dat voor elkaar te krijgen. Maar het maakt het wel af. Hier ligt de zogenaamde hosenträger. Dat zijn 2 sporen met een kruis ertussen, plus nog eens een keer een Engels wissel. Kortom, dit is een wirwar van sporen. 1, 2, 3, 4, 5 sporen. En er moeten dan wel de bovenleidingsdraden precies boven passen. Nou, we hebben uiteindelijk hier natuurlijk moeten kiezen om een soort van, hier moet nog een paaltje komen, maar om het bij elkaar te houden. En zo is er boven ieder spoor, precies in het midden van het spoor, hangt er een bovenleidingsdraad waar de pantograaf ook moeiteloos onderdoor kan. Kijk maar, zo werkt het. En naast zeg maar het grotere modelwerk hebben we ook aandacht voor het kleine spul. H0, architect heeft een legertruc. En hoe bouw je die nou het mooiste? En wat gaan we vandaag doen, meneer de bouwer? Vandaag gaan we een architectkitje bouwen van de DAF IA314 van het Nederlandse leger. In de doos treffen we de handleiding aan, die ons precies vertelt hoe we stap voor stap moeten gaan bouwen. Een zakje met resin onderdelen met daarin de achterbak, het huifje van de achterbak, de wielen, de cabine, een reservewiel, het huifje van de cabine, het onderstel, de brandstoftank, een kunststof staafje voor de assen, een etsfretje, nog een etsfretje, diegels, en een stukje transparant plastic voor het voorruitje. De grondverf en de verf maken, ja, dat is een zaak van grote zorgvuldigheid. En dan de decals natuurlijk. Ook dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Modderspetters hoeven niet te verdunnen met een tinner. Door het draaibrusje komen mooi alle opliggende details naar voren toe. Die worden dus min of meer gehighlight, waardoor ze mooi naar voren toe komen en loskomen van het model. Dat geeft het model veel meer diepte en leven. En je ziet het, dit is natuurlijk een korte samenvatting van de bouw van zo'n vrachtwagen. In feite doe je hetzelfde met huisjes, met treinen, met al dat soort zaken. Maar je kunt ze zo mooi maken als je wilt, als je maar geduld hebt.
En naast de modelbouw hebben we ook aandacht natuurlijk voor de grote treinen. Een paar weken geleden, net aan het begin van de coronacrisis, verhuisde de Blauwe Engel van Haarlem naar Twente. Daar gaat hij, de Blauwe Engel, gesleept door diesellok 705. De sporen driehoek in Haarlem moest ontruimd en deze Blauwe Engel moest dus ook weg. En gelukkig zijn er in Twente mensen die zich graag over de Blauwe Engel ontfermen. De trein heeft daar jarenlang gereden en de bedoeling is om inderdaad weer in oude luister te herstellen, zodat iedereen ervan kan genieten. Hier wordt de Blauwe Engel van zijn draaistellen afgehesen, zodat hij zometeen op een dieplader kan worden geladen. Dat is een zorgvuldig werkje, zoals je ziet. En daar gaat hij, de voormalige Blauwe Engel. In de laatste jaren van hun bestaan reden ze in het rood. Eenmaal in Twente wordt hij weer zorgvuldig op zijn drie draaistellen gezet. Het middelste draaistel is een gedeeld draaistel voor beide bakken. Dat noemen ze een Jacobs-draaistel. Daar gaat hij, de koningspen in het draaistel. In de volgende Train Reports zullen we je melden wat er precies met deze Blauwe Engel gaat gebeuren. Zoals je weet ben ik een groot liefhebber van de Rhetische Baan. De hoofdwerkplaats van deze treinmaatschappij zit in Landquart. En daar hebben we een kijkje genomen. 24trains.tv neemt je mee voor een kijkje achter de schermen van de Rhetische Baan. In de hoofdwerkplaats in Landquart, Zwitserland, krijgen we te zien hoe de treinen worden onderhouden. We zijn in het Zwitserse kanton Graubünden, waar de trein van oudsher een belangrijk vervoermiddel is. Het grootste spoornetwerk van 384 kilometer lengte in deze regio is van de Rhetische Baan. Om al het materieel rijdend te houden is er een grote werkplaats in Landquart. Dit is de hoofdwerkplaats van de Rhetische Baan. De vervoersonderneming heeft 1500 medewerkers, waarvan ruim 500 mensen zich bezighouden met onderhoud en veiligheid. Buiten het reguliere onderhoudsschema van het moderne materieel zijn hier ook veel classics te bewonderen. Zoals deze stoomlocomotief van de Brunichtbaan. Deze oude locomotieven worden met de grootste aandacht en precisie onderhouden. In de centrale remise vinden we een aantal bijzondere locomotieven. Deze stoomlok uit 1906 is een van de drie stoomlocomotieven die nog steeds in gebruik zijn op het spoornetwerk van de Rhetische Baan. En dit is de beroemde krokodil, een elektrische locomotief die in 1929 in gebruik is genomen. De 415 is nog steeds rijvaardig en wordt ingezet voor speciale ritten. Om al het materieel soepel te laten lopen, worden ook de treinwielen volgens een exact schema opnieuw afgedraaid. Waar nodig worden treinstellen verstevigd en ook de elektra wordt aan grondig onderzoek onderworpen. Zien van de hauptwerkstatten van de Rhetische Baan in Landquart? Kijk dan op 24trains.tv. Dit was ons report. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. En vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer jezelf op dit kanaal voor nog veel meer treinvideo's.